Hi, wat eten wij? Hi is Tom. Wat eten we vandaag? We gaan zoete aardappelbrownies maken. Heerlijk. Zoete aardappelbrownies. Dat bestaat uit zoete aardappel. Ja, had je niet gedacht. Zeezout. Een klein beetje kaneel, gemberpoeder, rauwe cacao poeder, de hazelnoot en de vanillepoeder en maple syrup, dat is ahornsiroop. En wat kokosolie. Heerlijk. Ik heb er zin in. Yay! Oh, en niet te vergeten natuurlijk de oven, want die oven die moet even aan, die moet op 180 graden. Nu is hij voorverwarmd. Nu gaan we aan de slag. We beginnen met de zoete aardappel. We hebben 2 zoete aardappel. Doe ik in de brownie. En die snijd ik even in kleine stukjes. Okay. Het schil hoeft er niet per se af. Nou, en dan doe ik er nog wat kokosolie overheen. Je kan het eventueel ook met de handen doen. Als je wil. Ik doe het gewoon even zo. Nou, dat is gedaan. We wachten nu even totdat het voorverwarmd is. En dan stoppen we die zoete aardappelen in de oven. Nou, stap 2. We gaan nu de hazelnoten fijn malen. 60 gram. Dat doen we dan in de blender. Nou, dat is fijn. Pakken we de kom erbij. En dan doen we dat meel daarin. Dan doen we 40 gram meel. Ik heb nu gekozen voor boekweitmeel. Je kan ook speldmeel gebruiken. Dan doen we in de kom erbij. Dan doen we een snufje kaneel. Het is best wel kruidig, maar maakt het altijd heel lekker. En dan wat gember voor de spicy smaak. En een snufje zeezout. En 6 lepels cacao. Cacao poeder. 1. Geweldig. En nu nog een mespuntje vanillepoeder. En dan een beetje roeren. Zo, het wordt al heel mooi deeg. Ik ga nog even kijken of de aardappels al gaar zijn. Nee. Ze zijn nog niet gaar. Maar eventjes wachten, dan kan ik ondertussen even de dadels ontpitten. En je hebt ongeveer 180 gram dadels nodig. Even fijn snijden. Ik doe dat omdat het dan beter is om te blenden. Dus wat fijner. Ik vind de blender ook fijner. Last but not least gaan we nog een handje walnoten pakken. En die wil ik graag fijn malen met een vijzel. De dadels doe ik in de blender samen met de gare zoete aardappel. En die ga ik nu pakken. Mij helemaal gaar even inprikken. Als je er helemaal doorheen kan prikken, dan betekent dat het helemaal gaar is. Zo, en nu kan die samen met de dadels in de blender. Lekker. Nu doe ik de zoete aardappel in de dadel. Pasta doe ik bij het meel. En dan roei het als een heel lekker dik deeg. Het kan zijn dat het deeg een klein beetje droog wordt. En dan kan je een plantaardig melk bij doen. Een scheutje of ietsje meer. Nou, nu ga ik het met de handen doen. Heel leuk. Ik heb echt een perfect outfit aan voor brownies, zoals je ziet. Helemaal smerig zo, mijn handen zijn helemaal smerig. But I love it. En dan hebben we deze kleine ovenschaal. Het is heel fijn. En dan doe ik het daarin. Oh nee, oh, opnieuw. Ik moet dat ene, dat bakpapier, waar is die? Oh, daar.
Mmm. Ziet er al zo lekker uit. Nou, de brownie die is ready om in de oven te gaan. Het hoeft niet per se in de oven. Ik doe het wel, want ik vind het heerlijk warm. Maar er zit geen ei of iets dergelijks in. Het hoeft niet per se te bakken. Maar ik doe het wel. Okay. Voor 15 minuten ongeveer, heb ik al verteld, hè? Ja. Zo, dan hebben we 15 minuten de tijd om de lekkere topping te maken. Dat bestaat uit hoornsiroop en rauw cacao. Heel easy. Dan doen we 2 eetlepels van hoornsiroop. Nou, en nog een eetlepel rauw cacao. Ja, we kunnen niet genoeg krijgen van cacao. En nog een beetje zeezout. Nou, en dat roer je even door elkaar. Wil ik nog een handje walnoten fijn maken. Dat is het. En nu wachten op de brownie. Vijftien minuten, die zijn afgelopen. Dus ik ga met een prikkertje ga ik even in om te kijken of het gaar is. Als het niet gaar is, dan zitten nog wel wat kruimeltjes aan. Dus we'll see. Ja, helemaal gaar, helemaal perfect. Yes! Oh, wat ruikt het lekker. Dan ga ik met een lepel, ga ik het erop doen. De topping. Zie, kijk dan hoe lekker dit eruit ziet. Nou, last but not least. Hier nog wat walnoten overheen. Tada! It's done! Nu ga ik het eten natuurlijk, hè. Wie wil er wat? Someone? Heel warm. Ik weet niet of ik het kan eten. Heerlijk. En ben jij benieuwd nog naar meer lekkere recepten? En vooral gezonde natuurlijk. Volg me dan. Bye! Het is echt heerlijk. Ik neem nog een hap. Jij hoort me helemaal smakken.